Wat is dit, hè, Edo? Ja, dit vraag ik me ook af, maar ik zie het wel. Hier zijn gewoon letterlijk Star Wars dudes. Oh, ja, ze schieten op ons. Eentjes neer. Welkom kijkers voor een nieuwe korte video. Vandaag speel ik weer lekker een potje duo's en ik ben hier gezellig samen met je boy. Ido, die hier weer in de studio zit, die is helaas niet in beeld, maar hij is er wel. Dus mocht je soms een echootje horen, dan komt het dus daardoor, doordat hij letterlijk naast mij zit te gamen. Maar wij landen hier in de Rito Roni Macaroni. Nee, oh mijn god, dan gaat mijn shotgun. No way, bro. Oh my days. Ik krijg echt een zieke shotgun. En dan glijdt hij naar beneden, maar ik heb hem alsnog hoor, als het goed is. Ja, ik heb hem. Oh damn, bro. Ik begin gewoon met een paarse pumpert, gast. Dat hoe is wel is dat? Heel prima. Ja. Dat is het zeker. En ik, wat hebben we hier? Op jouw kant trouwens wel van stof. Ik heb een submachine gun. Dus ik kan mezelf als het goed is een beetje redden. Oké, ik heb dan een shotgun voor je. Een pumpy. En een mini. Wat wil je? Wil je 75 shield of 50? Eerst redden. Eerst redden? Gered worden, want ik heb hier een gevecht. No! Nee! Oh fuck. Ik word meteen. Nee, ik heb geen sideweapon. Maar ook wel vervelend dit. Maar ik heb wel 3 keer gegeven met mijn submachine gun, dus hij is wel 20, nee 40 HP ofzo. Oké, goeie shit. Ik heb even een sideweapon nodig. SMG? Oh jongen. Oké. Gaat hij naar binnen lopen? Hier beneden. Ja, hij loopt hierin, denk ik. Daar is... Oh! No! Hij heeft wel geheeld op de tijd. Lekker. Wow, ik ben nog low HP. Jeet hem zo het gebouw door. Woe! Oké, hoe lang heb je reboot nog? 27 seconden. 26, okay. Ga ik redden. Damn, duwt tot het begin. Okay. Ik vind het ook nog steeds zo grappig dat als je zo'n als je iemand vastpakt, dat er gewoon staat yeet om hem weg te gooien. Echt? Ja. Oh, dat is me nog nooit opgevallen. Waar is jouw SMG trouwens? Weet ik. Ja, oh, die daar, heeft daar. Oh, nee, daar. Ik zie hem. Deze kan weg. Okay. Dan kan deze naar plek 3. Dat is mijn standaard healing plekje, zeg maar. Deze mee. Die kogeltjes nog mee. Hij heeft sowieso nog wel een AR of zo, ja? Kijk, dat dacht ik. Oh, daar is zijn maatje. Hij reboot vent. Hij doet de reboot fan. Fuck! Lekker. Oh, hij moest reloaden, hè, die SMG. Oh, man. Die SMG moest reloaden, gast. Je hebt nu wel wat cover. Yep. Oké, let's go. Dat is een goede hint, Edo. Je hebt nu wel wat cover. Zo van, hey, reboot my ass, please. Dat was niet eens de bedoeling eigenlijk. Ik heb een big shield ook voor je gedropt. Yes, ik zag het. Get your loot together, boy. Maar ik ben benieuwd, waar is het duo-maatje van degene die ik net had gekilled? Misschien was dit hem wel. Oh, hier voor mij eentje. On my way. Ik heb alleen nog geen wapens of zo. Even kijken, ja, ik heb iets. Oh, ik heb hem. Dit was lekker man. Ik edit er bovenop zijn neus en hij was gone. Hier ligt heb nog een sniper voor je. En een blauwe tag heb ik hier ook gedropt voor je. Kijk, een sniper en een blauwe tag. Bij mij. Daar word ik zeer blij van. Yes. Het enige wat we niet hebben, of wat ik in ieder geval niet heb, spreek even namens mezelf, is healing. Ik heb helemaal niks op zak. Gewoon niks. Same, maar ik zag hier volgens mij Ben. Ja. Wil je Eddie mee hebben? Ik heb hier een medkit nu net gevonden, toevallig, dus dan neem ik die wel mee. Hier liggen ook nog van die zwaarden, ik zou het alleen niet gebruiken. Zeker niet in jouw geval, met je inhoudjes. Maar van mij mag je, alleen ze liggen hier. ze liggen daar. Heb je voor mij trouwens wat ammo? Wat voor ammo heb je nodig en hoeveel heb je van dat ammo dat je zoekt? Ik heb 1 vol magazijn medium bullets en 1 vol magazijn shotgun bullets en 1 sniperkogel. Okay. Dus ik heb geen ammo los. Okay. There you go. En shotgun ook? Yes. There you go.
tanks en heb je een paar sniper bullets? Of zit je er zelf ook heel krap in? Alsjeblieft. You got everything now. Yes. Oké, goeie shit, goeie shit, goeie shit. Er zijn er nog 36 alive. We mogen trouwens nu officieel Retail Row mogen we nu Retail Roy noemen. Dus dat is nice. Kijk. Even sokje. Heerlijk. Hmm? Oh man. Heerlijk. En wij moeten nu door naar het nieuwe cirkeltje. Die is op zich best wel even lopen, man. Cool, inderdaad zeg. Die is maar echt hier best staat wel vast wel ergens een boot ons op te wachten. Ja, dat zou kunnen. Hier staat ons een kistje, maar ja. Wel een beetje afwijkend van waar we heen moeten. Ik ren er langs heen. Ren je er langs heen? Ik denk een er mooie langs. Afspraak. Een mooie, mooie uitspraak. Ja, mooie afspraak. Absoluut. Even kijken. Niemand hier in de buurt bij mij. Zo lijkt het in ieder geval. Hier liggen nog wat bandages. Volgens mij stekte jij dat. Ik zit op 15. Oké. Oh, werd er nou geschoten op jou? Nee. Ik zie gewoon echt lijnen, gewoon van die schotlijnen die er niet zijn volgens ja, mij. Je hebt dat vaker, ja. Dan zeg je van, Roy, werd er nou op je geschoten? En dan is dat van, nee. Volgens mij niet. Wauw. Hier zitten trouwens snipers in ijsblokken. Ja, klopt. Die ijsblokken kan je openhakken, maar dat duurt echt heel lang. Ja, nou. Maar als je de moeite ervoor neemt, dan word je uiteindelijk dus wel beloond met hetgeen wat er in het ijsblok zit. Dan kan je het opeisen. Ja. Maar dat zal waarschijnlijk niet echt, zeg maar, een hoge sniper zijn. Nou, dat kan je zien als het goed is, of niet? Groen. Ja, ik zag een bolt erin zitten, echt gewoon... De soms... standaard bolt. Oh, oké. Nou, soms zit er ook wel eens bijvoorbeeld van die visjes in. En die zijn wel echt heel waardevol. Die paarse visjes, daar huw je gewoon 75 mee. Of het nou shield is of groen AP. Echt insane. Echt, echt bizar. Nice. Die groene visjes, die huw je 50 mee van je groene AP. Maar ook echt in 2 seconden. Die chap je op en bop, je hebt gewoon 50 AP erbij. Dat gaat helemaal niet. Dat is echt heel nice, man. Ja, die zijn gewoon beter dan medkits, die dingen. Legit. Ook voor als je dan in de storm terechtkomt. Ik ben trouwens een stukje achter je. Hier zo. Ik was even lekker gewoon gaan zwemmen. Wat raar dat we niemand tegenkomen trouwens. Er zijn nog 30. Hier staat de lama. Maar... Zal ik pakken? Ja, sowieso pakken. Zo. Dat is echt zonde als we dat niet, mee zouden nemen. Ja. Maar ik vind het zo raar dat we gewoon helemaal niemand tegenkomen, joh. Echt daar is een visplek trouwens. Zo, die geeft ook lekker veel. Boom, 107 stenen bij. Boom. Zit al in de nieuwe cirkels, daar hoeven we geen zorgen over te maken. Twee van die bandage guns. Jee, wat fijn dat in je lama zat, hé. Oh, ja, heel top. Wat goed. Jeetje. Echt waar, hoor. Daar is zo'n wat XP ding trouwens. Wat goed. Even op z'n Martiens. Nog 30 alive. Ik ga hier dus nog even zo'n XP apparaatje pakken. Ik heb hier een shield, die neem ik even in. Oh, lekker. Dan weet hij dat, hè. Lekker. Dus heb je 200 AP. Yes. Nice. Ik heb de XP coin gevonden hoor. Hey. Ik heb hem eventjes in mijn broekzak gestopt. Level 114, there we go. Een boompje weg. Okie dokie. Mensen, waar spoken jullie uit? Is dat trouwens niet een kampvuur, dat rook? Ja, ik vroeg me ook af, waar is die rook van? En ik weet het nog steeds niet. Hier is het in ieder geval gebouwd. Achter ons wordt geschoten trouwens. Echt? Heel ver achter ons hoor, maar ik hoor daar schoten komen. Ja, maar dat zeg jij wel vaker. Ja, maar dit is echt zo. Ik hoor echt zo... Nee, oké, dan geloof ik je, Heel fijn. Ik zie hier ook een structure in dat stadje daar. Maar ik heb geen idee of er mensen zijn, want er komen al de hele tijd niemand meer tegen sinds Rito Roy. Dus je weet het maar nooit. Ja, daar zijn mensen, er wordt gebouwd. Oh ja, ik zie het. Op Noordwest. Ja, goeie call out. Okay. Wat is hij aan het doen? Hij is de trap de hele tijd aan het editen in en weer. 20 hit op shield. Heerlijk. Hij heeft een shield. Daarachter inderdaad. Loopt naar beneden van de trap af. Staat hij stil. Oh! Ja, 100 hit. Ja, nice. Oké, die kunnen we wel pushen. Go for it, dude. Volgens mij is hij ook alleen. Hij is links langs. Ja, ik zag het. Hij is sowieso alleen, man. Anders zou hij niet zo raar... Nee, hij is niet alleen, man. Oh, nee, er zit een maatje erbij. Er zit nog op ons te snipen. Ja, die zit er rechts naast. Oh. Zo, ik werd van onder gefocust. Die andere is zwaar gehit op shield.
deze heb ik gegeven met Hij is bijna shield, hij is shield broke, shield broke. Down, down. Anders zit bij mij. Deze is gefinished. I'm hij zit bij up. Me, hij zit bij me. Coming up. Oké. Over, nee, ik heb nog steeds hide, ik heb nog steeds hide. Onder mij. Ik heb hem. Lekker, lekker. Woo! Daar hebben we deze. Let's go, dude. Nice. Dit was goede shit. Hij heeft een big shield, dus die ga ik even innemen. Wat schiet je? Ben jij dat? Ben jij dat? Nee, zo. Ja, ja. Oh man, dit moet je nooit met schieten doen. Hak het dan gewoon weg. Ja, dat is trouwens dat waar. Dat is ook. Echt heel raar, gewoon. Want nu horen mensen dat, hè. Nou ja, gewoon een tipje van de sluier. Oké, okay, top. Heb je de loot gepakt van die andere gast al? Niet alles. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon een medkit. Die kan ik meenemen. Oh nee, het is gewoon een medkit. Jeetje, nou ik echt alles op elkaar. Het was gewoon een kist. Vier minis lagen er gewoon nog, gast. Oh, nice. Yes. Dat had ik misschien beter eerst minis in kunnen hier nemen. Hier kan je dus een medkit meenemen. Ik kan die zelf niet meer meenemen. Ik heb 15 bandages. Oké. Okay. Dat is denk ik één medkit, right? Oh, hier zijn mensen. Niet. Het, what the fuck? Dude! Daar staan gewoon letterlijk Star Wars, guys. Yo! Zullen we even gaan kijken? Ja, 100% dat wij even gaan kijken. Yo, wat gaan ze ons niet aanvallen? Want ik dat heb zou wel geen idee. Zijn. Worden we geschoten door iemand anders? Op links, volgens mij. Dus blijf springen, blijf in beweging. Yo! Wat is dit, hé, Edo? Ja, dit vraag ik me ook af, maar ik zie het hier zijn gebeuren. Gewoon letterlijk Star Wars dudes. Oh, ja, ze schieten club. Eentjes neer. Nog eentje neer. Oh, damn, we hebben gewoon een fight met Star Wars, guys. Oh, vet. Ja, we hebben lekker. Ze hebben allemaal van die laserguns. Oh. Moet ik die meenemen in plaats van mijn AR? Denk het wel, hè? Ja, ik doe het niet, man. Maar ja, je moet het zelf weten. Het is namelijk niet echt een... Nou, het is wel een AR. Oh, ik vind het lastig, man. Ik twijfel namelijk nog steeds of het nou een submachine gun is of een AR. En daarom vind ik het moeilijk of ik hem nou mee moet nemen of niet. Op afstand trouwens, die guys. Oh. Twee guys daar. Hier zo. Blauwe mark. Ja, ik zie ze inderdaad. Kijken, ze kijken. Oh. Maar ze zitten echt heel fucked up met de storm. Woehoehoe. We kunnen ze wel een beetje stormholden, man. Oh, 116 hit, die rechter. Lekker, 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 maat. Ja, nu moeten we sowieso stormholden. Hou wel je rug in de gaten. Ik bouw onze rug een beetje dicht. Ik ken die grappen wel. Ja, het zou wel goed zijn. Ja, dat is serieus gewoon echt vreselijk als dat gebeurt. Oeh. Ze gaan nu zwemmen. Oh, dat is zo ziek als je gewoon uit het water hit, hè. Zit nog steeds op mij, die andere. Ja. Oh, weer is 116 hit, gast. Lekker, maat. Hoe dan? Ja, geen idee. Echt geen idee. Ik hit hem gewoon weer. Ja, zij hebben echt een probleem. Wij kunnen ze nu stormholden. Lekker. Zij moeten deze kant op. Zij moeten deze kant op. Jan zit daar links op de hill. Hij piekt mij. Hij loopt nu door. Oeh. Ik zag hem, ja. Ja, oké. Okay, doorlopen richting storm. Richting een nieuwe cirkel bedoel ik. Let's go. Je loopt nu de andere kant op, Ido. Oh, no. Ik moet namelijk oppassen, want anders zitten zij alsnog eerder in de nieuwe cirkel dan wij. En dan hebben wij een probleem. Oké, okay, kijk. Hier kunnen we ze prima opwachten. Hier zitten we gewoon safe. Oké. Okay. Ja, ik zie ze nog steeds lopen. Nice. Alleen die linker guy zie ik niet meer. Oh, die zit al helemaal... Oh, dat is een andere. Ik weet het niet. Die andere zit in ieder geval nog helemaal rechts daarachter. Pas op dat je niet gehit wordt in te snipe. Maar gewoon zonde zijn. Eén staat links achter een boom. 116 hit ook, links achter de boom. Ja, rechts zit... Oh, knocked! Yo, wat ben ik aan het doen met die sniper, gast? Ja, ik ben ja, ook nog heel door die zonde. Snipers. Ja, ik zei het nog. Maar er zit nog, nog een guy daar, die is nu zijn maatje aan het reviven. You sure? Ja. Dus ik kan je nu helpen? Ik kan jou nu helpen? Yes. Maar er zitten dus ook nog die andere guys die we net hadden, die zitten... Ja, ik had er eentje knocked, maar ja... Ja, dat was weer van een ander team. Er zaten daar twee duo's. Ja. Dus ja, die wordt nu sowieso gerevived. Heb je minis nodig? Ja. Yes. Als het kan. Thanks. Die eerst.
Hey, ik ben benieuwd of die gast nu gerevived is, waar ik het over Ik ga heel even snel regenen dan. Ja, volgens mij is hij gerevived. Ja, sowieso. Ik zag die guy er al heen kruid. Oh man. Die met de lightsaber daarboven. Ik ga nu achter je aanrennen. Hop. Laten wij maar gewoon safe zone pakken trouwens. Ja. Er zitten ook mensen op de heel daar. De andere kant op. Hey, zitten teams op de heel daar. Ja, ik zie het, ik zie het. Blijf bij hem, je bent heel ver weg. Ja, ik ben aan het rennen, maar ik kan niet zo snel. Oké. Okay. Ja, hij gaat me sowieso pieken zo. Nog niet. En gewoon door, zolang hij piekt. Eén fight start als het niet nodig is. Eerst moeten we safe zitten. Eentje loopt links naast mij. Oh, net naast hem. Ja, knocked. Lekker. Hij moet dood, hij moet dood. Ik zweer het, hij moet dood. Thanks. Hij is klaar. Oké. Okay. Waar zit hij nu? Hier zo, waar ik heen schiet. Zie je? Neem één mini in. Hij heeft een lightsaber. Ja, ik zie het. Oh, hij weerde mijn kogel af, gast. Hij loopt daar nu achter weg. Opletten. Ja, heb ik al dichtgebouwd. Altijd gewoon achter je inbouwen, man. We zitten gewoon safe hier. Oh, de reboot fan in Pleasant. Is die ingebouwd zeker, die fan? Waar staat die ook alweer? Ben, is dat dat toch? Ja, die staat net buiten de cirkel nu, denk ik. Ja, nou ja, ik heb in ieder geval een lim gepakt, dat is prima. Die gast is nu solo, dus die komen we straks wel weer tegen en is die alleen. In daar moet trouwens de dingen ergens staan. Yep. Hoeveel resources heb jij? Ik heb 1000 hout, dus ik ben goed. Oké, okay, kan jij iets voor mij droppen dan? Want ja, jij bouwt zeker niet zoveel. Ik drop hier. Ja. Yes, stop. Oké. Okay. Want jij natuurlijk ook die lama. Loopt er eentje in de verte? Die guy, niet Git. Oh. Grenade launcher. Oh, 116 hit die gast. Hij schiet hem weer naar beneden, denk ik. Je kan hem best wel makkelijk pushen. Eentje links van ons, bij de kerstboom, watch out. 31 hit op zijn shield. Ja, 62 hit op zijn shield. Hij schiet ons gebouw naar beneden, dus iets naar beneden. Zie je het? Ik push die andere guy. Goed, goed, goed. Ze hebben nu aandacht op mij. Eentje bouwt omhoog. Hij valt nu naar beneden, die guy die omhoog heeft gebouwd. Ik ben ook naar beneden gevallen. Yo. Heb jij nog een medkit? Nee, ik heb alleen bandages. Ja, ook goed, ook goed. Gedropt op mij. Nog steeds boven. Ja, hij zit helemaal boven, of niet? Fuck, Edo, je bouwt me in! Er zit er eentje hier op de grond, pas op. Op mij. Ik heb er eentje knocked. Lekker, op mij. Helemaal boven. Ja, die heeft mij gehit. Een paar keer. Geen resource meer, man. Ik heb geen ammo. Waar zit die guy? Blijf info geven. Boven mij. Ja, ik heb geen zicht meer. Oké. Okay. Ik ben low HP, ik ben nu healen. Oké. Okay. Ik heb ook nog steeds bandages nodig. Ja, heb ik al gedropt op mij. Ja, maar dat was toen boven. Ja. Ik zat helemaal beneden. Ik drop hier nog 3. Meer dan dat, ja. Fuck, ik word beschoten. Ik ben best wel gehit. Zijn niet jouw walls dit, watch out. Ze kunnen het gewoon open editen, dat gebeurt nu. Altijd opletten dat het niet of het wel je eigen walls zijn, man. Ja, ik ben genokt vanaf daar. Er zit een duo daar.
Oké, ik heb die andere guy loopt hier boven mij nu. Daar zit dus een duo. Ja, ik moet zijn resource hebben. Dit zijn de laatste guys. Dit is een gokje, maar ik moet. Achter je, Roy, achter je. En er zit hier boven dus één. Fuck, ja. Jammer, man. Heel ver gekomen en ik heb veel lekkere kills kunnen maken met mijn sniper. Uiteindelijk had ik 7 elims met 4 assists. Ido, hoe valt jij er? Ik weet niet waar ik het moet zien. Match stats. Continue en dan match stats. Even kijken. Ik had er... 0. Ido had er 0. Ik had er 1. Ik weet het zeker. Ik heb een kill gemaakt. Nee, 100% van niet. Jawel. Welke ik dag? Heb iemand genokt en gefinished. Welke was dat ik dan? Heb... Ja, die was, dat was een van die duo-leden. Die was daar onderaan de trap bij mij, die heb ik geshotgunned. En daarna heb ik hem gefinished en die had ik genokt. Nee, er stond bij mij in beeld, duo knocked, bla bla bla. Oh, nou ja, in ieder geval. Ja, het zal... Ik heb geen idee. Het was in ieder geval best wel een leuk potje. Dus beste kijkers, jullie bedankt voor het kijken. Hoop vond je hem leuk. Zo ja, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan zie ik jullie morgen om 4:30. Hoop ik weer terug bij een nieuwe vlog. En om 4:30 bij een nieuwe Fortnite video. Laters.